Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier weer met de weekboodschappen van de engelen, dus voor elk sterrenbeeld. En dit voor de week van 25 maart tot en met 31 maart. En vandaag ga ik dus de kaartjes trekken uit dit deck, de hondenwijsheid van Tanya Graham. Het zijn heel mooie kaartjes met mooie grappige afbeeldingen van honden. Ik hou van honden. Ik hou ook van katten en andere dieren. Maar ik heb zelf een hond, dus ik vind het wel mooi om een kaartendek te hebben over allemaal honden. Ik zal dus beginnen vandaag met het sterrenbeeld vissen. Dus ik zal dus een boodschapje trekken voor de komende week voor de vissen. En dat is deze. Een hele mooie. Ik heb nog nooit ook deze kaart gezien in het deck. Wonder. Mooi. Mooie hond ook. Mooie kleuren. Neem eventjes een moment om te stoppen en om te waarderen welke wonderen er in je leven zijn. Mirakels en zegeningen, zowel groot als klein, nemen plaats in je leven elke dag. De wereld is vol met wonderen. Dus maak het meeste van het. Maken we het beste van. Dus dat is echt heel mooi. We klagen vaak, dat doen we allemaal denk ik. We klagen vaak over wat we niet hebben. En over wat er niet in ons leven is. Daarom voelen we ons soms een beetje te neergeslagen of ontgoocheld. Maar ja, kijk naar deze hond. Die kijkt naar wat er wel is. Naar al het moois in het leven, naar wat we allemaal hebben. En dat is ook waar, we klagen vaak. Ik doe dat ook soms. En dan denk ik, waarom klaag ik? Ik heb toch zoveel om dankbaar voor te zijn. En dan voel ik me meteen ook weer schuldig, omdat ik aan het klagen ben. En eigenlijk is dat dan ook een beetje een ontwakingsmoment. Om dus echt wel te gaan waarderen wat er wel is in je leven. En ga het even na. Er is veel meer om dankbaar voor te zijn. En veel meer die eigenlijk een zegening is voor jou. Dan hetgene wat er niet is. Dus concentreer je vanaf nu, lieve vissen. Op wat er wel is in je leven. En waar je wel dankbaar mag voor zijn. Maak een dankbaarheidslijstje. En schrijf eventjes op. Waar je eigenlijk allemaal dankbaar voor bent. En waar je voor blij bent dat het in je leven is. En je zult zien dat er echt heel veel is om dankbaar voor te zijn. Dus dat is echt wel een hele mooie boodschap voor de lieve vissen. Dan zal ik een kaartje trekken voor het sterrenbeeld Ram. En dat is deze. Aarzeling. Je ziet hier zo'n beetje een bang hondje die aan het aarzelen is. Doe ik het of doe ik het niet? Hoewel het soms wijs is om eventjes te gaan kijken, dus voor je de grote sprong waagt. Voordat je de grote sprong waagt, nu zit je aarzeling eigenlijk een beetje in de weg. Het vertraagt je. Dus het is tijd om actie te nemen. Ga vooruit met zelfvertrouwen en met volle moed, zodat je zult beloond worden. En eigenlijk staat hier nu aarzeling. Jullie zijn ram. Een ram aarzelt niet vlug. Een ram neemt vaak actie. En denkt ook niet altijd even goed na. En misschien heb je daardoor in het verleden al wat ervaringen gehad. Dat je nu een beetje bang bent. Of dat je aarzelt om stappen te nemen. Omdat je dan misschien tegen een muur opgelopen bent, je werd ontgoocheld omdat je actie genomen hebt zonder na te denken. Maar in deze situatie waar je nu zit, wordt er van je gevraagd om niet te twijfelen, om niet te aarzelen en de stap te zetten. Vol vertrouwen en vol zelfvertrouwen. En het vertrouwen hebben ook dat alles eigenlijk goed is. Dus aarzel niet langer en neem de stap die jij nu hoort te zetten. Dat is een hele mooie boodschap, lieve Ram. Dan voor de waterman. Even kijken wat de waterman krijgt.
En dat is deze. Een trotse hond. Trots. Ook weer die mooie kleuren. Lijkt een beetje op deze. Heel mooi. Dus je hoeft je niet te verontschuldigen voor wie jij bent. In plaats daarvan, sta rechtop en wees trots. Dus lieve waterman, je mag trots zijn op jezelf. Je mag trots zijn op wat jij hebt bereikt. En er zullen mensen zijn die misschien jaloers zijn of ja, die daar kritiek op hebben of commentaar op hebben. Maar dat kan zijn dat dat is omdat ze zich bedreigd voelen door jou of omdat ze jaloers zijn. Dus ja, wees trots op jezelf, geloof in jezelf en wees trots op wat je hebt bereikt. Geef jezelf ook een schouderklopje en ja, zeg dat je het goed hebt gedaan. Je mag echt terecht trots zijn op wat je doet en wat je hebt bereikt. Heel mooi. Dan voor het sterrenbeeld stier heb ik deze kansen. Mooi. Wees enthousiast over het leven en de kansen die voor je liggen. Nu is het de tijd om verandering in je leven te brengen en ook vooruitgang. Dus stel jezelf open voor verandering en vooruitgang. Dus lieve stier, jullie zijn dus een aardeteken. Een aardeteken die houdt van zekerheid. Stier ook zeker, die wil heel graag dat alles blijft zoals het is. Die houdt helemaal niet van verandering. Die heeft graag zijn comfortzone. Maar wordt van je gevraagd om dus echt wel wat verandering in je leven te brengen. En jezelf open te stellen voor nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Misschien voel je je wel prettig in je comfortzone. Maar als je niets nieuws durft proberen, dan blijft alles bij het oude. En misschien verlang je ook wel naar andere dingen in je leven die je wat vreugde brengen of die je mooie dingen brengen. Dus daarom is het belangrijk om uit die comfortzone te gaan stappen en de veranderingen aan te brengen die nodig zijn en dus dan ook open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Dus lieve stier, jij mag dus uit je comfortzone stappen. Dan voor de steenbok. Benieuwd wat de boodschap voor de stierbok, voor de steenbok is. Een stierbok, dat bestaat niet, maar een steenbok dus. Dus lieve steenbok, geloof in jezelf. Je ziet hier dus Superman hond, dus je mag in jezelf geloven. Geloof in jezelf en laat je niet intimideren door andere mensen. Geloof in je eigen kracht en je zal ze allemaal verrassen. Dus ja, misschien zijn er mensen die kritiek op je hebben, lieve steenbok, die je willen een beetje de grond inboren, zodat je niet je volle kracht kunt tonen. Of misschien omdat je niet in je eigen kracht zou staan, omdat ze zich wat bedreigd voelen door jou. Ze zien dat je het goed doet en ja, daarom voelen ze zich wat bedreigd en willen ze je wat zo kleiner maken. Zodat jij minder een bedreiging voor hen vormt. Dus wat ze ook zeggen, wat ze ook doen, laat je niet intimideren. Maar geloof in jezelf, lieve steenbok, want je bent echt goed bezig. Ook weer een hele mooie boodschap. Dan voor de tweelingen. Rust. Rust is heel belangrijk voor de tweelingen deze week. Schattig. Allemaal puppies die liggen te slapen. Mooi. Dus neem je rust. Je hebt heel hard gewerkt en nu is het tijd om even wat rust te nemen. Want dat heb je verdiend. Dus laat jezelf op. Dus laat je batterijen op. En voordat je dus weer naar een nieuwe uitdaging gaat. Dus lieve tweeling, je bent graag bezig, je bent altijd nieuwsgierig, je wil graag leren. Maar er wordt van je gevraagd om eventjes pauze te nemen en te rusten. Je hebt reeds hard gewerkt, je hebt goed je best gedaan.
Voordat je nu aan iets nieuws begint, is het belangrijk om eventjes te rusten en ja, eigenlijk van te genieten van hetgeen wat je al hebt bereikt of wat je hebt gedaan. Misschien heb je beloningen gekregen voor wat je hebt gedaan. Geniet daarvan en relax en ontspan nu eventjes. Neem tijd om te rusten. Dat is heel belangrijk voor de tweeling. Dus voor de boogschutter. We gaan eventjes kijken wat de boodschap is voor de boogschutter. En dat is deze. Onschuld. Heel mooi hondje, schattig. Dus jouw mogelijkheid om naar de wereld te kijken door onschuldige ogen, dat is eigenlijk een grote kracht die jij bezit. Want het laat je toe om dus aan al het, ja, om eigenlijk in alles het mooie te zien. Dus lieve boogschutter, ja, je bent dus ja, een lief mens met een groot hart. En jij hebt dus eigenlijk ja, de mogelijkheid om in alles het mooie te zien. En ja, dat siert je, dat is je grote kracht en wordt van je gevraagd om dat verder zo te doen. Dus zie in alles het mooie. Ik weet, er is altijd donker en licht in elke situatie, in elke persoon. Maar jij hebt echt de kwaliteit in je om naar het goede te kijken. Je boogschutter is ook, ja, die verlegt zijn grenzen. Die pakt het graag anders aan. En het ziet je echt wel dat jij probeert altijd het mooie te zien in het leven, dat je je concentreert op de mooie dingen die er zijn. Dat je je concentreert op het licht in andere mensen. Als dat niet zo is, dat kan natuurlijk ook, dat je ja, zegt wat zegt zij nu en dat je dat helemaal niet voelt. Misschien ben je ontgoocheld in wat er gebeurt in de wereld of hoe mensen zijn. Maar dan wordt er van je gevraagd om je niet te gaan concentreren op dat negatieve. Ik weet dat het negatieve is, maar wat we aandacht geven groeit. Dus als je je concentreert op het negatieve, dan zullen er meer negatieve ervaringen naar je toe komen. Dus probeer je te concentreren op het positieve, op het licht, op het mooie en ja, wat eigenlijk wel mooi is in mensen en in het leven. Dus als je al zo bezig bent met het licht te zien en het mooie te zien in het leven, goed bezig, lieve boogschutter. Is dat niet zo, dan mag je daar aan werken. Ook een hele mooie boodschap. Dan voor de kreeft. Wat is de boodschap voor de kreeft voor de komende week? Companionship. Dus gezelschap. Misschien een nieuwe vriend. Of een nieuwe relatie. Een zakenrelatie kan ook. Mooi. Je voelt je een beetje moe. En dat is omdat je misschien te veel probeert te doen op je eigen manier en ook alleen probeert te doen. Dus je wil heel graag dingen alleen doen. En daardoor voel jij je dus moe. Maak wat tijd om eventjes ja, je een vriend op te zoeken. En je zult dus herontdekken dat er dus een sterkte ligt in relaties met andere mensen. Dus deze kaart gaat ook over samenwerking, lieve kreeft. Je wil heel graag zorgen voor een ander, maar je vergeet soms om te zorgen voor jezelf. En je vergeet soms ook, je vindt het ook moeilijk om anderen te laten zorgen voor jou. Want ja, jij bent de kreeft, jij bent de moederfiguur en jij wil heel graag voor anderen zorgen, maar je vindt het soms moeilijk dat anderen jou helpen of voor jou zorgen. En je vergeet ook voor jezelf te zorgen. Dat mag ik er ook bij zeggen. Maar dit gaat nu echt wel over de relaties met andere mensen. Dus laat het ook eventjes toe, lieve kreeft, dat een ander voor je zorgt of dat een ander je helpt. Je hoeft echt niet alles alleen te doen. Want je wordt er moe van. Het is ook slecht voor je gezondheid. Dus laat hulp toe in je leven. Laat mensen je helpen en laat mensen voor je zorgen. Het is heel goed om voor andere mensen te zorgen, maar als je nooit eventjes rust neemt of het nooit eventjes toelaat omdat anderen ja, je helpen, ja, dan zal je ook niet zo goed meer in staat zijn om voor anderen te zorgen, want daar heb je energie voor nodig. Dus het is tijd om je batterijen weer op te laden
En dus ja, helpt u te laten. Laat mensen je helpen en laat mensen voor je zorgen. Dat is een hele mooie boodschap, lieve kreeft. Lieve leeuw, het is dus aan jou. Ik had dus dit kaartje gekregen. Ik had de kaartjes al geschud. Maar ja, plots zat de video vast. Dus ja, ik heb het opnieuw opgenomen. Dit kaartje viel eruit voor jullie, lieve leeuw. Dus sadness, droefheid of teleurstelling. En lieve leeuw, het kan dus zijn dat je een beetje teleurgesteld voelt of dat je wat droevig bent. Je bent misschien teleurgesteld in bepaalde mensen of bepaalde situaties. En ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Het leven kent ups en downs. We voelen ons vrolijk, we voelen ons wat minder goed. Dat is allemaal normaal. Als je even ja, wat minder voelt en misschien ook wat droevig bent, laat het dan zoals het is. Ga hier niet tegen vechten, aanvaard dat het zo is. En ja, probeer in deze momenten ook het goede te zien, de mooie momenten te waarderen. Weet dat dit ook weer goed komt. Misschien ben je teleurgesteld in een bepaalde persoon, maar misschien komt er iemand nieuws op je pad. Misschien ja, ontmoet je iemand die je dan weer doet stralen of die dan toch wel het tegendeel bewijst dat er toch wel ja, goede mensen zijn. Dus lieve leeuw, aanvaard je emoties, laat ze even zijn, maar probeer ook het mooie te zien in het leven en weet dat alles goed komt. Dat is dus de boodschap voor jullie. Dan voor de schorpioen, ja, schorpioen, heb ik dit kaartje. Dus genegenheid, ook een heel mooie kaart. Dus door affectie te tonen en warm te zijn naar mensen toe, waar jij dus om geeft, zou je ook van anderen de affectie krijgen waar jij dus naar verlangt. Dus als jij dus je affectie toont naar andere mensen en dus ook je gevoelens toont, zou je dus ook de waardering krijgen van andere mensen. Jij bent dus een schorpioen. Je zal niet vlug je emoties tonen. Er zitten heel veel verborgen emoties in je. Soms ben je ook wat gesloten. Dus voor mensen is het soms moeilijk om jou te lezen, om jou te begrijpen. Maar laat dan ook je geliefden wat vaker zien dat je van hen houdt en dat je er voor hen bent. Dat zullen ze zeker waarderen en jou daar ook mee belonen, lieve schorpioen. Mooie boodschap ook. Om je wat meer open te stellen naar je geliefden toe. Of ook naar andere mensen natuurlijk. Dan voor de maagd. Ja, de maagd. Ik moet altijd even denken als ik ze zo door elkaar doe. Dus voor de maagd. Mooi. Grappig ook. Tevredenheid. Neem een moment om eventjes terug te kijken op jouw leven en op alles wat je hebt bereikt. Erken hoe ver je bent gekomen en laat jezelf toe om trots te zijn op al wat je bereikt hebt. Prachtige kaart. Dus ik heb hier een gevoel, lieve maagd, dat je dus ja, tevreden bent. Of misschien ben je het juist niet. Misschien ja, zit je nog altijd zo'n beetje te denken van dat kan beter en dat ook. Maar gaan we eventjes gaan terugkijken. Dus wat je eigenlijk al allemaal hebt bereikt. En je zult zien dat je zoveel hebt bereikt waar je trots op mag zijn. Dus concentreer je daarop. Concentreer je op wat je al hebt bereikt en wees trots op jezelf. Je hoeft je niet minderwaardig te voelen, want dat is een eigenschap die de maagd vaak heeft. Zo dat minderwaardigheidsgevoel. Je bent zoals de anderen, je bent goed zoals je bent. Je bent evenveel waard als andere mensen. En ja, wees tevreden met wat je al hebt bereikt. En wees ook trots op jezelf, lieve maagd. Echt wel heel mooi, je mag echt in jezelf geloven. Dan voor de weegschaal. Dat is dus de laatste deze week, de weegschaal. En hij valt in de grond. Zo. En dat is dus deze.
Enthousiasme. Mooi. Een enthousiast hondje. Laat uitdagingen je niet naar beneden halen. Laat uitdagingen je enthousiasme niet temperen. Dus voor hetgene waar je nu mee bezig bent. Je energetische aanpak en je energetische aanpak en je attitude, dus je houding, zal uiteindelijk je helpen om eigenlijk succesvol te zijn en om te slagen in dat waar je mee bezig bent. Dus er kunnen uitdagingen op je pad komen, lieve weegschaal. Uitdagingen zijn meestal om uit te groeien. Die zijn er niet om je naar beneden te halen. Er komen uitdagingen uit je... Excuseer, ik val voortdurend over mijn woorden. Dus lieve weegschaal. Het kan dus zijn dat er bepaalde uitdagingen op je pad komen, maar die zijn er niet om je naar beneden te halen. Die uitdagingen zijn er om juist beter te worden, om eruit te leren, om misschien bepaalde veranderingen aan te brengen. Dus laat eigenlijk je enthousiasme niet temperen door deze uitdagingen. Haal je innerlijke kracht naar boven, pak deze uitdagingen aan, begin opnieuw. En uiteindelijk zal je ook slagen in dat wat je wilt inslagen en ook succes boeken. Dus ga door. Overwin deze uitdagingen, leer eruit en ga verder. Hele mooie boodschap, lieve weegschaal. Excuseer dat ik zo over mijn woorden struikel, maar ik wil te vlug praten, denk ik. Oké, dit waren dus de sterrenbeelden. Ik zal nu ook nog 3 keuzekaartjes voor jullie trekken. Waar jullie dus ook kunnen weer een keuze uitmaken. En ik zal dus beginnen met de kaartjes te schudden. Zodat jullie dus een kaartje kunnen kiezen. Dus kaartje nummer 1. Kaartje nummer 2. En dan kaartje nummer 3. Zo. Dus kaartje nummer 1. Kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. Dus welk kaartje trekt je nu het meeste aan? 1, 2 of 3? Oké. We zullen dus beginnen met kaartje nummer 1. Oh ja, dus kaartje nummer 1 heeft als getal 3. Dat is misschien ook nog belangrijk. Sommige mensen kiezen misschien aan de hand daarvan. Dus kaartje nummer 1 heeft het getal 3. Kaartje nummer 2 is de joker. En kaartje nummer 3 heeft een 2 op de afbeelding. Dus kaartje nummer 1, dat is deze. Een nieuwe kans. Je ziet hier dus een kuiken dat uit het ei probeert te komen. Dus alles is nieuw voor dat kuiken. De wereld is één grote ontdekkingsreis. Er zijn nog zoveel dingen om te ontdekken, om te leren. Dus dat is ook zo voor jou. Er zijn heel wat nieuwe kansen die op je pad komen. Er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden. Misschien zie jij ze niet, omdat je in dat vast stramien zit. En misschien ze ook niet wel zien, want je houdt van je comfortzone. En je vindt het een beetje moeilijk om iets nieuws aan te gaan. Maar kijk eens rondom je. Kijk eens naar het leven als een onschuldig kuiken, een onschuldig kind. Iemand die nog geen ervaringen met zich meedraagt. En kijk daar eventjes naar met ogen van onschuld. En je zal ook nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden zien. Misschien mag je nieuwe dingen leren ook. Dus neem de nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden aan met open armen. Kaartje nummer 2 is deze. Mediteren. Dat is dus ook de joker. Het was ook wel een bewuste keuze van mij. Het zijn dus mijn eigen gemaakte kaartjes. Maar joker is dus ook eventjes... ik heb eventjes een adempauze. Ik kan het opnieuw doen. Dus neem eventjes tijd om te ontspannen. En ik moet er ook van zuchten. Neem eventjes tijd om te ontspannen, om te rusten. Je ziet hier dus Boeddha. Een beeld van Boeddha aan het water, denk ik. Dus misschien is het ook goed om eventjes naar zee te gaan of te ontspannen in de buurt van water.
om eventjes te mediteren, naar binnen te gaan, te luisteren naar je intuïtie. Dat is allemaal heel belangrijk, maar neem eventjes een pauze, een rustmoment. En mediteren is echt wel heel goed om, om naar binnen te gaan, om boodschappen te horen die je lichtteam je willen vertellen of die je hogere zelf je wil influisteren. Dus ja, neem tijd om te mediteren, te rusten en te ontspannen. Dan kaartje nummer 3 is deze. De zomer, daar verlangen we allemaal naar, denk ik. En de zomer, ja, dat is dus een moment van bloei, van groei. En het kan dus zijn dat er dus in jouw leven nu op dit moment zo'n periode aanbreekt. Dat je zult oogsten voor wat je hebt gezaaid. Dat je dus een beloning zal krijgen. Of dat je dus succesvol zal worden in iets. Dat iets tot bloei zal komen, succes zal kennen. En het kan ook zijn dat er een bepaald iets waar jij naar verlangt, dus ook in de zomer voor jou zal gebeuren. Dus misschien, ik neem nu dat je dus een nieuwe job zoekt en je zoekt al heel lang en dat vind je niet. Of je zoekt een nieuwe partner die maar niet op je pad komt. Misschien kan dit voor jou gebeuren in de zomermaanden. Dus in juni, juli of augustus. Zo, of in september. In september zit het daar ook nog een stuk zomer. Zo. Dit waren dus de weekboodschappen dus voor de komende week. Ik hoop dat het wat met je resoneert. Ik wens jullie alvast een hele fijne week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!